Ja, ik denk dat ik 10% overhoud van. Kijk uit dat je niet je betaalde diensten grabbel gaat gooien. Wat is er zo leuk aan wat je nu doet? Nog steeds de diversiteit. Ik merk dat ik dat echt heb overgehouden, ook al vanaf het begin af aan dat ik werk. Ik vind het zo onwijs leuk om binnen verschillende bedrijven binnen te komen en te zien wat ze doen. En het leuke is ook als zelfstandig ondernemer dat je, als ik ergens kom, ik krijg gelijk een rondleiding. Je wordt gelijk helemaal, mensen spreken vol passie en trots over hun bedrijf. En dan mag je ook nog eens een keer hun gaan vertellen hoe je dan social media in kunt zetten. Maar het is vooral die combinatie van die mooie, gave producten over het algemeen, diensten, met dus die social media wereld. En ik ben echt iemand die, ik hou van heel erg dynamiek en dat krijg je op deze manier natuurlijk heel erg mee. Ja, nou dan zeg je van, nou, dan word je fijn ontvangen en zo binnen bedrijven. En jij gaf ook veel lezingen voor mij ook, hè, of cursussen of whatever. Ja. Wat voor impact had het hele COVID-19 verhaal op jouw business, heeft? Dat was echt van een ramvolle agenda ineens naar een hele lege agenda. En dat, daar schrok ik ook van. Want de afgelopen jaren gaat het gewoon hartstikke goed. En ik heb altijd klanten, altijd werk. En daar was ineens COVID en toen was het ineens helemaal leeg. De bedrijven zelf hebben wel zoiets van, joh, we komen terug, weet je, september, oktober. Toenertijd hadden we het zelfs nog over mei, juni. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, weten we ondertussen. Heel langzaam aan merk ik dat mensen beginnen te wennen aan het online gebeuren. Dus stapje voor stapje komen er een aantal terug om ook de training online te doen. Mm-hmm. Maar dat is maar een heel klein percentage. Dus ja, je gaat je tijd ineens heel anders indelen en inrichten en andere dingen bedenken om toch op de een of andere manier je brood te verdienen. Mm. Dus dat was ineens een hele andere. Er werd ineens een hele andere draai aan gegeven. Hoe heb je dat gedaan? Er zijn ook ondernemers die daar moeite mee hebben. Want kon jij meteen schakelen? Of want hoe gaat het zo'n proces in zijn werking? Ja, ik hoorde ondernemers die echt hebben zitten huilen en heel erg in paniek raakten. Nou, dat heb ik niet gehad. Geen moment. Ik moet zeggen, ik heb zelfs een beetje genoten van de rust. Ik vond het eigenlijk ook wel even lekker. De rem los, zeg maar. Ik ben vorig jaar twee maanden naar Australië geweest en in september teruggekomen. Nou, sindsdien was ik eigenlijk alleen maar aan het rennen en het hollen. Dus wat dat betreft vond ik het eigenlijk niet zo erg. En op dat moment ben ik op een gegeven moment ook gaan zitten en gezegd van, nou, wat ligt er eigenlijk wat wij al heel lang willen doen? Zo wilden we al heel lang een green room maken, bijvoorbeeld, om onze videotrainingen makkelijker op te gaan nemen. En ja, dat hebben we gewoon allemaal bewerkstelligd. Dus we zijn nu ook echt al die dingen aan het doen die er lagen. En ik voel me nog steeds goed bij. Het moet niet te lang gaan duren. Dat zeg ik er wel bij. Want ik mis ontzettend het fysieke contact wel. Ik vind online prima. En het scheelt reistijd en file en al dat soort dingen. Maar ja, ik hoop wel dat we op een gegeven moment weer lekker ook binnen bedrijven. En vooral de evenementen. Dat we daar ook weer sprekersessies kunnen doen. Want je omzet heel hard naar beneden geduikeld. Ja, dat scheelt wel wat, ja. Ja, ik denk dat ik 10% overhoud van, de kosten gaan natuurlijk gewoon door. Dat is een beetje vervelend. Maar wat zeg je? De kosten blijven natuurlijk doorgaan. Van al die abonnementjes, al die tooltjes, al die dingen. Dat is wel het lastige eraan, ja. Soms niet in de gaten, inderdaad. Hè? Dat als je, dan denken ze, hoezo social media is toch gratis? Maar als je daar een beetje wat meer professioneel mee om wil gaan, dan tikt dat zo stiekem aan best wel aan, hè? Ja, dat is. Tegenwoordig werkt alles met abonnementsvorm. Dus je betaalt gewoon elke maand echt wel op een gegeven moment een paar honderd euro sowieso al aan alleen maar tools en apps. Als je zegt 10%, dan lever je wel in. Ik bedoel, wat betekent, ben je dan, heb je een grote buffer? Red jij het? Of doet je man er ook nog andere dingen bij? Of hoe werkt het? Ja, nee, we hebben gelukkig wel een buffer. Wat dat betreft ben ik al 10 jaar aan het bouwen en heb ik altijd wel een buffer ook gehouden. Wij houden ook heel erg van op reis gaan. Dus vorig jaar 2 maanden Australië. Ja, dan moet je natuurlijk ook wat achter de hand hebben. En gelukkig hadden we alweer iets daarin opgebouwd. Ja. En je hebt die regelingen natuurlijk, hè. Dus ik kwam daar gelukkig voor in aanmerking, voor die tochtsregeling. Die andere niet, en die hoef ik op zich ook niet. Ik heb natuurlijk ook geen werknemers, dus ik hoef ook niet gelukkig een uitkering aan te vragen. Die ZZP-regeling heb jij? Ja, je hebt tochts en je hebt tozo, geloof ik. Nou, een van die twee kon ik wel voor in aanmerking komen. Ja, en mijn man die is vooral natuurlijk online ook bezig met websites maken en dergelijke. Die had net een paar grote klanten, ook in de bloemenindustrie, in de veilingen. Ja,
Dus, en dat is heel zuur. En het is op zich niet dat die klanten weg zijn, want ze komen terug. Alleen die weten zelf natuurlijk ook niet hoe het gaat lopen en of ze straks nog budget hebben. En dat maakt het ook allemaal een beetje onvoorspelbaar op dit moment. Maar heb je nieuwe handel kunnen aanboren, zeg maar, die voor een gedeelte dan in ieder geval het gemis aan de oude handel compenseert? Ja, de online sessies. Dus alles wat ik offline deed, proberen we om te buigen naar online. Nou, dat lukt een klein stukje. Mensen zijn nu een beetje, wat ik zei, eraan gewend. Komen ook langzaam inderdaad terug erop dat ze dat niet wilden. Dus ze willen nu wel online voeren. Dus dat gaat gelukkig de goede kant op. En ik heb mijn boeken. Ik heb natuurlijk een aantal boeken staan en die verkopen hartstikke goed. En ja, daar putten we gelukkig ook genoeg inkomen uit. Dus die verkopen we zelf, maar ook via alle online winkels. Dus we hoeven niet op een houtje te bijten wat dat betreft. Ja. Maar het is echt, ik zeg het is harken. Het is echt schrapen en harken op dit moment. En alles waar we iets uit kunnen halen, dat proberen we dus ook op die manier te doen. Hey, practice what you preach, zeg ik dan. Hè? Dus dan wil elke ondernemer die nu kijkt... En die ook, of ZZP'er of een kleine ondernemer die het allemaal zelf verdient en die nu zit van shit, hoe kan ik nou online en social media inzetten? Ja. Gooi er maar eens een paar tegenaan dan, zeg maar. Ja, ik denk dat het nu meer dan ooit belangrijk is om jezelf natuurlijk vindbaar en zichtbaar te maken online, om je nog beter te profileren. Wat ik zie is dat heel veel mensen blijven hangen in de corona-content. Ik denk dat je dat op een gegeven moment echt weer los moet gaan laten en terug naar je eigen werkzaamheden waar jij goed in bent. En laat dat vooral ook zien. Ja. Want er komt een tijd dat je klanten gewoon weer wel op zoek zijn naar jou. Dus dan moeten ze niet alleen maar stuiten op corona-artikeltjes. Weet je, hoeveel je het er ook wil over hebben. Ik denk dat LinkedIn daar op een gegeven moment ook niet meer een podium voor is. Waar je ook voor moet waken, en dat zie ik helaas ook veel gebeuren, dat mensen ineens alles gratis gaan weggeven. En dan heb ik het echt over de betaalde diensten die normaal gesproken betaald waren. En ineens dan wordt het voor iedereen weggezet onder het mom van ik wil iets terugdoen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk ook niet handig is. Je geloofwaardigheid haal je daarmee onderuit. En als je het op een gegeven moment weer betaald wil maken, ja, hoeveel mensen gaan daar dan nog intrappen? Dus... probeer mensen wel lekker te maken. Doe inderdaad een leuke webinar of geef ze een white paper of iets weg. Maar kijk uit dat je niet je betaalde diensten grabbel gaat gooien. Dus dat zijn wel echt een paar tips op basis van wat ik zelf zie. Hoe belangrijk is LinkedIn inmiddels in verhouding tot de andere kanalen? Als het gaat om zeg maar, echt ondernemers. Ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, omdat het is... LinkedIn is niet echt social media, het is meer een netwerkplatform, eigenlijk van origine een HR-platform. En het is natuurlijk gewoon voor professionals opgezet, wat dat betreft ook het enige kanaal wat voor professionals is in Nederland. Er zijn er wel meer in het buitenland. Maar ja, juist daar heb je vraag en aanbod wat elkaar ontmoet. Dus op het moment dat ik een goede SEO-specialist nodig heb, dan roep ik ook op LinkedIn van joh, wie kan mij helpen of ik ga zelf zoeken. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat jij in beeld komt. Dat of andere mensen jou aandragen of dat je in die zoekmachine naar voren komt. Dus LinkedIn is ontzettend belangrijk. En er zitten op dit moment 8,5 miljoen, of er zijn 8,5 miljoen accounts. Nederland. Dan echt dik 5 miljoen maandelijks al inloggen en actief zijn. Dus het wordt ook een steeds grotere groep van de beroepsbevolking die daar te vinden is. En ja, ik vind je kan niet meer zonder. De aloude discussie over volgen van mensen, hè? Wat is jouw advies daarin? Het volgen of het linken bedoel je dan? Linken met mensen op LinkedIn. Hè? Dus sommige mensen zeggen, ja, ik link alleen maar met mensen die ik ooit persoonlijk heb ontmoet. En andere mensen die denken, nee, ik doe dat heel anders. Hoe doe jij dat? Wat is jouw advies? Ja, nou iedereen mag het natuurlijk zelf weten. Ik zeg, het is jouw netwerk, dus bouw het op dat jij er goed bij voelt. Ik heb alleen zelf niet zoveel met mensen die alleen maar de aantallen scoren. Want op het moment dat je mensen toevoegt aan je netwerk, je kent ze niet en je doet ook niet de moeite om ze te leren kennen. Ja, dan liggen ze daar op die stapel, maar dan komen ze nooit naar voren. Dus ik vergelijk het altijd maar als je naar een netwerkevenement gaat en je ziet op een gegeven moment de tafel staan met een paar mensen. Dan loop je daar naartoe, stel je voor, praat je even met ze en dan pas laat je visitekaartje achter. Wat op LinkedIn mensen doen, dat is gewoon dat visitekaartje neergooien, omdraaien en zonder ook maar een woord gewisseld te hebben, ja, denken dat je dan iets voor elkaar kunt betekenen. Dus ja, ik steek daar heel veel tijd in. Ik ga één keer per week ook daarvoor zitten en ik krijg zo'n 20 uitnodigingen per dag. En dan ga ik echt iedereen een persoonlijk berichtje sturen en dat is heel simpel. Veel dankjewel voor je uitnodiging. Ik sta er open voor om te linken met je. Maar ik hoor graag even waarom je me hebt uitgenodigd. Daar krijg ik onwijs leuke gesprekken uit voort. En de reden dat ik het ook doe,
is dat je daarmee vrij snel al fake profielen onderuit trekt. Mensen die met verkeerde bedoelingen willen linken, spammers, maar ook mensen die bijvoorbeeld uitnodigingstoeltjes gebruiken. Dus die hele dag aan het jagen zijn om er zoveel mogelijk te scoren. En dat werkt voor mij het beste. Op het moment dat je met mensen ook even gesprek hebt, dan hang je ook bij hun in het vizier. Dan sta je op hun netvlies. En uiteindelijk hoop ik ze ook live te ontmoeten. Maar het begint in ieder geval vast met dat eerste stapje online eventjes met elkaar praten. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Wat zijn andere kanalen die jij actief inzet als het gaat om social? Als ondernemer? Twitter, ja? Ik ben nog steeds een fanatiek twitteraar. Ik heb Twitter, heb ik echt een beetje haat-liefdeverhouding mee al sinds 2008. Soms vind ik het weer helemaal geweldig en dan kan ik er ineens ook helemaal klaar mee zijn. Maar ik hou wel van de dynamiek van Twitter. En het is voor mij, je bent natuurlijk een eenmanszaak. Of tenminste, ik werk wel met partners, maar ik zit ook heel vaak alleen. Voor mij is het ook een soort van collega-gevoel. En ik vergelijk het ook wel een beetje met een soort van kroeg. En als je vragen hebt, er is altijd wel iemand die je wil helpen. Dus ik vind het ook wel een heel mooi kanaal om heel snel contact met mensen te leggen. En ik haal er gewoon zelf ook nog steeds heel veel informatie uit. Ik lees ook niet zoveel kranten meer, maar ik haal het gewoon uit Twitter. Dus de belangrijkste items. En het scheelt ook weer een heleboel tijd. Dus dat is voor mij nog steeds een netwerk. En Facebook doe ik alleen nog privé. Ik heb wel een Facebook zakelijke pagina, maar die houdt mijn man meer bij. Die is meer van Facebook en Instagram. En verder is het vooral de website waar ik me op richt, het bloggen. Ik heb bij jou toch heel erg het beeld van echt een LinkedIn-expert. Klopt dat dan? Of, Ja, de afgelopen 3 jaar heb ik me daar wel heel erg op gericht. Ik vind LinkedIn een ontzettend belangrijk aspect van het totale social selling verhaal, zoals we dat noemen. En omdat LinkedIn zakelijk is en wat formeler, ik vind de sfeer daar gewoon heel prettig. En ik merk ook dat ik echt heel veel heb met de mensen die ik daar vind. Is het alleen LinkedIn? Nee, absoluut niet. Ik zet ontzettend veel middelen in. Maar LinkedIn is wel mijn belangrijkste middel om mensen ook naar mijn website te verwijzen. Dus wat dat betreft, draait er wel heel veel om LinkedIn. En is dan je website, je zegt bloggen, is dat echt een businessmodel voor jou? Haal je daar je handel ook uit? Nou, het is een van de vele middelen. Maar met bloggen kun je natuurlijk heel goed laten zien dat je kennis hebt over een bepaald onderwerp. En bijvoorbeeld iedere maand maak ik een overzicht van alles wat veranderd is op LinkedIn. Op het gebied van het persoonlijke profiel, het zakelijke profiel, maar ook bijvoorbeeld het betaalpakket Sales Navigator. Ja. En wat je daarmee voor elkaar ook krijgt, is dat mensen op een gegeven moment ook dat stuk herkenning gaan krijgen. En ze weten op een gegeven moment ook van, hé, er komt weer iets aan. Ze weten ook dat ik er echt moeite voor doe. Ik heb hele goede contacten met LinkedIn, maar als het gaat om nieuwe features, dan zijn zij daar niet zo zelf heel, heel helder in. Dus ik ben wel continu bezig om die kennis ook op peil te houden. En dat is iets wat je echt kunt creëren, ook door daarover te bloggen, mensen te vertellen, eigenlijk wijzer te maken. En het is op zich niet eens de tool die zo ingewikkeld is, maar het is vooral hoe je hem inzet. Dus vandaar dat ik er ook niet zo bang voor ben om die kennis allemaal te delen. Nee, precies. Nee. Hey, en wat zijn de belangrijkste wijzigingen als we het hebben actueel? Of zijn er de laatste tijd nog dingen veranderd bij LinkedIn waarvan je denkt van, daar kun je wat mee? Of dat is een belangrijke update of wijziging? Nou, de belangrijkste vind ik denk ik, die de laatste keer erbij zat, is dat je met een bedrijfspagina nu ook de evenementen kunt opzetten. Dus dat is een heel groot voordeel. Ja, op dit moment met corona natuurlijk weer wat minder. Maar dat komt vanuit het persoonlijke profiel alleen een evenement te maken. Dus dat was niet zo handig. Als je dat vanuit de organisatie breed kunt doen, dan heb je gewoon ook één plek waar iemand dat coördineert, waarop mensen dus dan ook kunnen inschrijven. Okay. Dus dat vond ik een hele goeie. En wat ik op de persoonlijke profielen heel fijn vind, is dat het de rich media, zoals we dat noemen, de visuele aspecten, die hebben een aparte plek gekregen in het kopje uitgelicht. Moet ik even goed zeggen? Ja, uitgelicht heet het. Ja. En dat is losgekoppeld nu van je samenvatting, wat tegenwoordig info heet. Maar daardoor heb je heel mooi een prominente plek voor visuele dingen die je wil laten zien. En je kan bijvoorbeeld een update uitlichten. Dus als jij een update hebt gehad die je eventjes wat extra aandacht wil blijven geven, dan kun je die op je persoonlijke profiel ook daaruit halen. LinkedIn is natuurlijk enorm in ontwikkeling. En je merkt ook dat ze elkaar trekken. Nu ook aan de bedrijfspagina, daar komen steeds meer opties bij. De hashtags gaan een steeds grotere rol spelen. Die snappen mensen gelukkig ook steeds meer. Dat komt echt van Twitter uit. Instagram gebruikt ze ook. Alleen op LinkedIn werkt het dan net allemaal ietsje anders. Op Instagram moet je er 20 onder hangen. Nou, bij LinkedIn bijvoorbeeld maar 3. Maar het maakt het wel makkelijker om de content terug te vinden. En ik denk dat LinkedIn vooral op content heel erg nog veel gaat doen.
Dus dat het steeds makkelijker wordt om ook bijvoorbeeld die video's te plaatsen en aan te kleden, maar ook gewoon bepaalde content te plaatsen. Dat zal een steeds prominentere plek gaan innemen. Laten we hopen dat alles weer een beetje gaat draaien en dat we inderdaad, want daar verlang ik ook wel naar, dat we elkaar weer ergens op een live event kunnen zien. Absoluut, lijkt me wel fijn dat dat binnenkort weer kan. Maar goed, we laten het eventjes op zijn beloop. Kijk eerst maar of het allemaal weer wat beter wordt. Allemaal goed komen. Corinne, veel succes. Dankjewel, jij ook hè. Hoi hoi.